Er zijn mensen die hebben als overlevingsmechanisme dat ze meer in hun hoofd zitten en minder in hun lijf. Niet geaard, voelen hun lijf ook amper. Het zijn vaak denkers, maar ook kunstzinnige mensen en spirituele mensen. Hun talent is dan ook dat ze andere mensen daarin kunnen inspireren en op een hoger plan kunnen helpen. Als het gevaarlijk voor ze wordt, dan floepen ze uit hun hoofd zelf nog naar boven. En dat lijkt veilig, maar dat is ook heel erg eenzaam, omdat ze niet meer verbonden zijn met de mensen om hen heen. In de bioenergetica noemen we dit overlevingsmechanisme de schizoïde karakterstructuur.